Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Net even wat gedaan voor een campagne en nu... Wait a minute. Ga ik even deze uitpakken. Voor op TikTok. Ik heb namelijk iets gekocht bij Ginny Tricot zelf. En hierin zitten twee broeken en één van die broeken wil ik heel eventjes op TikTok of op Instagram zetten. Want ik heb zeg maar... een oproep geplaatst met ik ben op zoek naar een bepaalde set. Maar ik heb dus tips gevraagd op Instagram. Dus ik vond het wel zo netjes om op Instagram even op de hoogte te houden. En kijk wel eventjes. Maar de andere broek, die kon ik niet laten. Die is hopelijk wel al lang genoeg. Dus die zien jullie zo. De unboxing heb ik dus gedaan eventjes op mijn telefoon. Maar dit is de broek. Hij zit goed. Qua lengte ook. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Dus nou ja, hè? De verdere toelichting zit daarin. Dan nog deze. Ik zoek al best wel lang een gestreepte broek. Die er precies zo uitziet. Is gewoon lekker slouchy. He, ik weet niet wat het woord dat is. Maar dan lekker lang. Ja, misschien is hij nog minder lang dan deze broek. Dat is niet de bedoeling. Ik weet niet zo goed wat ik van deze vind. Zie ik al een beetje van mijn broek? Op jou ook? Nee, het scheep jou mijn broek. Wel niet zo. Wel niet zo. Maar als pyjama broek vind je hem wel leuk. Ja. Nou, ik heb even getracht om er iets van een lookje mee te maken. Ik heb de helft alweer uitgedaan hoor. Maar gewoon met schoenen eronder en even een t-shirt erop. Heb je alweer iets meer van... Moet deze kast opruimen? De adventkalender van Poes zit er nog in. Want er zitten superveel snoepjes in. En ze krijgen normaal liter geen snoep. Dus ik vond het gewoon allemaal te veel. Dus we doen er vrij lang mee. It grows on me, zeg maar. Zico ziet nog steeds pyjama broek. En dat snap ik. Dan kan je er ook niet meer zo van afkijken natuurlijk. Maar ik heb een Pinterest board al vol staan met zulke soort broeken. En dan zie ik het al helemaal voor me. Ook met mijn sneakertjes. Eigenlijk zou ik hier een print t-shirt nog voor willen hebben. Maar daarvoor moet ik echt nog even shoppen. Want die kan ik iedere keer niet echt vinden. Wat ik een beetje reasonable geprijsd vind. Want iedere keer zijn die simpele t-shirts met een... opdruk op de voorkant of voor- en achterkant of achterkant. Heel prijzig. Echt €45 voor een t-shirt. En ja, dat vind ik dus prijzig. Misschien vind jij dat niet, maar ik vind dat wel heel duur. Maar ik heb een keer mijn creatieve ik losgelaten. En ik heb een keer met Procreate iets gemaakt. En Zico heeft ook twee shirts. Nee, waar is eigenlijk dat tweede shirt? Die met die bloem heb ik wel vaak gezien. Maar ik heb sinds Bali die andere niet meer gezien. Jij wel? Nee, hè? Geen idee. Het zal wel ergens zijn. Maar dat kost ook best wel veel geld. Om er eentje gewoon te laten drukken. Dus ik begrijp het. Maar ik vind het toch nog even lastig. Ik ga me nu weer omkleden. Eventjes deze bende opruimen. En dan gaan Zico en ik iets doen. Je mag één keer raden. En laat maar weten of je het goed had. Wij gaan namelijk... padellen. We hebben net gepadeld en net gedoucht en zo. Maar ik heb een vraag. Zal ik weer deze plukken wat korter laten doen? Kijk hoe lang die geworden zijn. Die had ik altijd kort. Het is echt niet normaal. We hebben weer een pakketje binnengekregen. Want zowel Zico als ik hebben Parfumado. En misschien ken je het wel, misschien ken je het niet. Parfum in abonnementsvorm. Heel erg leuk. We hebben weer nieuwe parfumgeurtjes. Dus die gaan we eventjes... ruiken. En we hebben ook eventjes onze eigen favoriete. Die zit in het zwart, ik weet niet hoe die heet. Ik denk dat het Bad Boy is van Carolina Herrera. Ja. Ja, mijn favoriet is Good Girl van Carolina Herrera. En we mochten dus weer nieuwe parfumetjes uitzoeken. We hadden eigenlijk ons abonnement op pauze gezet. En wanneer wij dachten, het is weer tijd voor een nieuwe. Want dit is dus mijn favoriete. Die Carolina Herrera Good Girl. Die is leeg. Mijn andere favoriete is bijna leeg. Maar nu is er ook sexy voor de vrouw en sexy man. Dus, ja, ik ben heel erg benieuwd. Kijk hoe mooi ze zijn, echt. Perfect voor Valentijnsdag als je dat als cadeau wil doen voor iemand. En dan heb ik natuurlijk een hele leuke korting. Naast dat ik 50% korting mag delen, ja, laten we even sprayen. Heb ik nog een andere korting en dat zie je allemaal in beeld, want je hebt heel veel kortingen. Ik ben heel erg benieuwd of deze ook zo lekker vinden als onze standaard. Lekker. Ja, heel lekker. Oh! Heel lekker. Oh ja, we moesten nog op deze. Nee, ik twijfel. Ik heb er nog één. Ik doe deze. Ja, zit je parfum of the day? Oh ja, zie ik het ook. Het is haar.
Doe je nog meer rare dingen? Nee, met Deo doe ik zo. Ja. Oh, dat is zonde. Want dit flaconnetje kan je eigenlijk een beetje een maand mee doen. Kan je 4 sprays mee per dag. Kan je even ontdekken of de geur bij jou past. Echt een geur voor jou is. Voordat je bijvoorbeeld aan full size overgaat. Wat vind je van die van mij? Ook lekker. Ja, heel lekker. Dan had ik er nog eentje. Mijn andere favoriete parfum is This Is Her van Zadig en Voltaire. En ik was nog een beetje aan het twijfelen. En wat die mensen met die parfumdingen altijd doen, is dat dit bijvoorbeeld is This Is Her Underdressed. Dus weer een andere variant ervan. En toen dacht ik, nou misschien is dat wel heel, heel erg lekker. Dus dan ga ik die eventjes proberen. Ook heel erg lekker. Maar ik ga voor deze. Ook omdat Sieke natuurlijk die ander op heeft. En doe ik er ook eentje maar. En zoals gewoonlijk kan ik natuurlijk 50% korting aan jou aanbieden. Maar ook even dit allemaal. Ze hebben super kortingen. Ook hele leuke Valentijn flacons. Dus kijk maar even een beetje op de website of het iets voor jou is. Je kan ook een geurquiz doen. Waardoor je erachter komt welk parfum goed bij jou past. Of als je een beetje kijkt naar welk parfum je lekker vindt. Dan zie je daaronder altijd een aantal parfums die er goed bij passen. Of net iets anders zijn. Dus ik denk dat er genoeg voor jou tussen zit. Nou, Sico en ik zijn nu helemaal ready voor de dag. Deze gaat mee in mijn tas. En wij gaan gewoon lekker quality timen. En dan zie ik jullie morgen weer. Morning. Ik ga nu even snel naar Banketpunt. Want als het goed is, is een nieuwe jas die ik heb gekocht op Vinted aangekomen. En ik hoop maar dat die leuk is. Want ik wil hem dan meteen vandaag aan. Stomer ligt al klaar. Fris. Ja, hoe noem je dat? Ik laat het zo wel zien. Spray ligt ook klaar om hem helemaal schoon te maken. Ik denk, laat ik even kijken trouwens nog even. Zijn ze al open, bedenk ik me nu. Nee, ze gaan pas over een uur open. Dus laat maar zitten. En dat, over een uur heb ik een afspraak al. Dus ik ga me nu maar gewoon klaarmaken. Ik had helemaal in mijn hoofd dat ik die jas aan ging doen. Nou, niet de nieuwe jas dus aan, maar gewoon even een andere jas. En ik heb dus deze tas vandaag mee. Ik heb wel een beetje een lichte outfit, maar wel zwart in mijn schoenen. Dus ik vond het contrast heel erg leuk. Ik had namelijk een lichte tas nu ook erbij. En die zit, die vond ik niet geweldig staan. Oh mijn god, mijn batterij is leeg. Goed dat ik er nu achter kom. Moet ik even een batterijtje pakken nog. En dan ga ik nu naar de stad. En Zico heeft ook een afspraak van... Oh, je hebt je nette kleding al aan, maar die heb je natuurlijk mee. Zico heeft... We hebben allebei lekker planning. En dat komt altijd zo lekker uit als je dan met elkaar mee kan rijden. Dus Zico zet mij af en die rijdt dan lekker door. Dus perfect. Zulk lekker weer. Ik heb ook net met Lex mijn... Ja, we hebben afgesproken een meetingje gehad, zeg maar. Was heel erg leuk. En ik dacht, ik ga gewoon nu eventjes nog in Amsterdam werken. Dat is gekkigheid. Maar ik ga gewoon weer naar huis. Want morgen heb ik ook weer een lange dag. Wat ik een hele leuke dag. Ik ga met Leonie afspreken. Maar ik ben moe. Dus ik ga lekker naar huis. Gisteren ook een hele lange dag gehad. Dus lekker naar huis. Helemaal zin in. Wel zonde. Dan ben ik helemaal voor één afspraak nu hier geweest. En ik ben de laatste tijd weer een beetje veel binnen geweest. Het heeft geregend. Dus dat het nu zo lekker weer is, dacht ik, ik ga gewoon een heel stuk lopen. Weer naar OV. Dus de tram sla ik dan over, zeg maar. Dus dat vind ik goed voor mezelf. En ik ben lekker thuis. En dit is mijn Vinted pakketje. En eigenlijk dacht ik, ik ga deze bewaren. Want ik heb, nou, dit is nou, pakket 1 van de 4. Oeh, de kleur komt er al een beetje uit. Ja, wat een raar ding. Love it. Ik heb dus een aantal Vinted pakketjes die er aankomen. Makkelijker. Dus eigenlijk had ik deze al kunnen bewaren, maar dat heb ik niet gedaan. Hij ziet er heel klein uit. Terwijl het een XL moet zijn. Wat jammer! Oh, sorry, ik schreeuw helemaal. Ja, het is een jas. Nou, helemaal met 1,30. Oké, ik ga hem even aandoen. Zet ik jullie heel even hier neer. Het is nu echt zo'n nietszeggend, niet leuk. Ik ben er niet weg van. Ik had dus echt gehoopt dat ik hier helemaal weg van was. Want ik heb zeg maar zo'n jas. Wacht, kijk. Deze jas heb ik met dus wat langere haren. En die zit dus veel meer oversized. En ik wou eigenlijk wel met deze haartjes, dus wat korter, dat wou ik. Maar kijk hoe deze zit. En deze, die zit veel... bulkier. En misschien is het een beetje lastig doorheen kijken omdat deze haren natuurlijk wat groter zijn. Maar deze zit gewoon wat bulkier, wat groter, wat mooier. En ook qua maat. En die zit zeg maar net aan op alles.
Dus het is niet de jas. Ik had echt gehoopt dat het hem was. Want ik zag er eentje bij Naked. En toen dacht ik, oh my god, ik ga eerst op Vinted zoeken. Maar het is natuurlijk zo populair dat iedereen ze aan het zoeken is. En de prijzen zijn hoger gegaan. Dus nee, dit is hem niet. Gaat weer op Vinted. That's too bad. But hey, that's me. Unboxing nummer 2. Daar heb ik aangebeld. En ik heb weer iets besteld, want er was overal sikke sale. Zat aan deze kant ook? Ja. Bij Stradivarius. Een mega pakket, maar het is gewoon, ik heb 2 schoenen besteld waarvan ik er max 1 ga houden. Want ik weet gewoon niet welke ik mooi vind. En ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik schoenen bij Stradivarius ging bestellen. Maar ik zag ze dus op Instagram bij iemand en toen dacht ik, oh wat zijn ze mooi. Voor Stradivarius. Ja, dat klinkt heel dom, maar altijd ook een beetje het gevoel dat het zo super goedkoop leerachtig is. Nou, misschien had ze een gekke filter op de foto. Dat weet ik niet. En vallen ze nu zo meteen in het echt heel erg tegen. Maar ik ging ze dus opzoeken. En ze waren in de sale voor €15,99. Dus toen dacht ik, nou, toen keek ik ook nog even in de sale. En toen zag ik ook een rok die ik dus bij Iris Amber had gezien. Gezondheid. Bij Iris Amber had gezien. Die is namelijk op Bali. Dus die heeft op TikTok allemaal van die Bali-vlogjes. Dus ik ben ze elke dag aan het kijken. En die had zo'n kanten asymmetrische rok. En toen dacht ik, die moet ik. En die was nu ook maar €6 of zo. Goeie saleprijs. Ik zie alleen dat hij een beetje smal is. Oeh, ik weet niet of dit lukken gaat. Maar in ieder geval, die gaan we ook zo bekijken. Ik zie namelijk dat ik een L'tje heb besteld. En ik had denk ik dan, als ik het nu zo zie, een XL moeten hebben. Maar oké, eigenlijk vallen dat soort winkels en Pull&Bear en Stradivarius altijd wat kleiner bij mij. Dus, ja. Oké. De schoen. Want ik had namelijk deze schoenen, en eigenlijk van origine van Zara, gevonden op Vinted. En daar waren de goedkoopste, waren €20. Toen dacht ik, ja, dan ga ik toch eerst even kijken wat ik van deze vind. Ja, ik vind het wel leuk. En ook deze heb ik 41, want ik heb schoenmaat 40,5 eigenlijk. Maar heel vaak bij bijvoorbeeld een H&M of dit soort winkels, 41. En soms valt dat zelfs te klein. Maar het ging me eigenlijk om de bruine, maar ik weet niet hoe die eruit zag. Ja, kijk, deze vind ik er dus niet zo mooi. Deze vind ik er een beetje tacky uitzien. En ik wil eigenlijk voor een iets dieper, bruinere kleur. Toch zie ik deze kleur bruin is niet uit, hè? Nee. Dit ziet er heel goedkoop uit. En deze vind ik er dus persoonlijk wat minder goedkoop uitzien. Ik zag namelijk dus deze bij iemand. Dus deze ga ik eens dat dingetje eruit halen. Dan gaan ze ook lekker netjes weer wieder terug. Dan gaan we even. Want hier zit ook helemaal niks in. Oh jawel. Oh, en het enige. Oh, er zit ook geen rits of iets dergelijks in. Dus oh, daarin komen ze altijd echt moeilijk. Oké, daar ga ik. Daar gaat ze. Oh, maar ik vind wel dat het er klein uitziet. Het voetje. En dat is mooi als het dan past en dat het dan niet uitziet als een lompe schoen. Want ik heb laarzen. Dat zijn mijn favoriete laarzen van de Zara. Die heb ik ook helemaal kapot gedragen al. En ik draag ze zelfs nog steeds, ook al zijn ze kapot. Maar daar lijkt mijn schoen net maat 43. Terwijl het maat 40 is, maar oké. Howdy. Wacht, ik zet je even iets naar beneden. Ik weet niet, man. Lekker wel een klein voetje, hè? Ja. Weet je wat ik doe? Ik doe ook even deze broek uit. Ik doe even iets anders aan. Ik kan wel even kijken of ik die rok pas. Doe eens even bij die rok, ja? Helemaal gek. Oké, het is dus echt een teringbende bij mij op mijn kantoortje. Maar ja, daar zat nu helemaal een full-length spiegel. Ik vind het leuk. Ik moet wel wennen aan die laarzen, moet ik zeggen. Die rok vind ik ook heel leuk. Dat had ik echt even niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Ook in combinatie met de laarzen. Dus sorry voor de tyfusbende. Heel de joke is ook, ik zit nu letterlijk met een opruimcoach te appen. Om af te spreken dat ze langskomt. Super, super lief. Ze heet Saskia. Ze heeft mij zelf benaderd. En wil gewoon een keer langskomen. Ik zeg, meid, please do. Maar toen hadden we het, volgens mij hadden we contact in. Moet ik even terugkijken. Maar toen zei ik volgens mij,
ik moest op vakantie, zij ging nog op vakantie. December maanden, laten we daarna even afspreken. Dus we hebben nu dus contact. En ja, ben er. Dat is mijn realiteit. Sorry daarvoor. En dat is... Zij had me namelijk benaderd met een story die ik had geplaatst. Omdat ik zei van, ik ben weer mijn kantoor aan het ruimen. Ja, weer. Want soms krijg ik wel eens berichten van mensen van, Jezus, ik zou echt niet kunnen leven in jouw huis. Ik ook niet. Het is verschrikkelijk. Je hebt ook helemaal gelijk als dat niet zou kunnen. Maar bijvoorbeeld, beneden is het gewoon wel clean en normaal en zo. Maar mijn kantoor, waar ik dus eigenlijk ook nooit meer zit, ben ik alleen maar spullen een beetje aan het dumpen. En als je dat doet, raak je je spullen kwijt. En dan ga je er tussendoor zoeken. En dan krijg je dit. En ik was laatst met Dyson een ander opzetstukje wou pakken. Hier liggen allemaal spullen. Hier zijn... het is echt een verschrikking. En ik weet het zelf ook. Maar daar gaan we het niet over hebben. That's life. Dat is gewoon realistisch wat ik heb. Dit is mijn rok. En hier zijn ook nog allemaal spullen. Ik had niet verwacht dat ik er zo blij mee zou zijn. En hij past trouwens gewoon goed, zeg maar. Hij zit niet te strak. Dus daar ben ik ook echt blij mee. En ja, weg van. Echt helemaal blij mee. Bruine gaan terug. Deze haal ik. Rok hou ik ook sowieso. Ik ben er helemaal, helemaal weg van. Wat gedragen zei je erbij? Ik wil me gedragen. Ja. Ik krijg een nieuwe pauze. We kijken Meredith First Sight. Maar... laatst hebben we een aantal... Ik had toch... twee vlogs? Wat zeg je? Ja, klein. Klein. Ik had twee vlogs geleden, dus allemaal broeken. Ja, Zieker doet altijd dingen hardop, sorry. Alle maten 30, wat is het dan 30? Gewoon 30. Maar zit ook achter vr. Maar, dus dat ik allemaal broeken had gekocht voor Zico. En toen heeft hij namelijk heel veel broeken uit zijn kast gegooid. En nu liggen die hier en gaan we die op Vinted zetten. En toen dacht ik... Ik ga nu ook meteen die jas die ik net heb unboxed ook weer op Vinted zetten. En ik had nog een aantal dingen die ik ook nog op Vinted moest zetten. Dus we gaan nu bezig. En Zico heeft dus net Vinted aangemaakt. En is dingen aan het doen, ook zijn oude pak. Jeans. We zijn helemaal goed bezig. Inmiddels was ik ook nu de broeken die Zico dus op Vinted heeft gezet even op te vouwen en bij elkaar te leggen. Dus als je weet als er één verkocht is waar je moet zoeken. Maar het is een heugelijk moment. Want kijk wat er allemaal weggaat. Zijn skinny jeans. Zes jaar in the works. En nu is hij eindelijk van de skinny jeans af. Yeah. Ik zeg nu helemaal voor de grap 6 jaar in the making. Maar als hij zijn skinny jeans wou dragen, heeft hij die gewoon altijd gedragen. En zei ik niet, ik ga niet naast je lopen. Of er werd het niet, ik heb niet stom gedaan of zo. Nee. Maar wat zei je? Nee, zei ik. Nee, precies. Maar dat was niet sarcastisch wat je nu zei. Nee, oké. Okay. Ik schrok al. Maar, Waar kan je mee voetballen? Waar kan je mee voetballen? Weet je of ik dat kan? Ja, gaat voetballen! Ja, daar kan je mee voetballen. Maar hij is misschien niet zo warm. Ik heb echt overal spierpijn, joh. Ja, van padellen. Want als ik op voetballen moet ik een bal aannemen en doe. Een smash. Mijn kop en hoek. Waarschijnlijk niet. Dit is ook een pak. Ja, je ziet het niet heel erg goed, want het is een beetje donker natuurlijk inmiddels. Dit heb ik ooit, toen woonden we nog in Amsterdam. Echt een goed pak. Ja, zeker. Woonden we in Amsterdam. En toen had ik deze voor hem gekocht. Dat was mijn tientje. Heb ik dus toen gekocht, toen we van die video's maakten van mijn vriend koopt mijn kleding en ik heb kleding voor mijn vriend gekocht, video's. En dat was, dit was volgens mij misschien wel een van de eerste keer dat we zo'n video opnamen. Volgens mij moet ik dit nog op Vinted zetten, maar ik had geen zin meer net. Ja, nou ja, dat moet dus nog. Maar ja, ik heb wel al twee dingen verkocht, dus ik ga zometeen ook die gewoon even inpakken al. En we waren net, vanmiddag waren we... kwamen we thuis. En toen zei Zico, oh, het is lekker weer vandaag. Ik ga denk ik voetballen. Maar ik voel om 8, dus het is nu echt pleuris koud. Ja, wat, ik heb niet gereden mee gehaald. Nee. Ik stond natuurlijk gewoon verbaasd. Ja, dat is kut. Ja. Oh, ik heb er daar weer zin. Mijn handschoenen aan. Ja, kan, die liggen ook daar. Zal ik het even zoeken? Dat is gewoon vervelend. We hebben dus zeg maar onze...
mutsen, want de sjaals en zo liggen nu zo op die kast. Want in de kast zitten mijn tassen. Hier bovenop zit ook tassen en ook een sjaal. Dus het is even troep. En vandaag was het ook best echt, dat zonnetje wat ik zei, was echt best wel warm. En ik had Instagram foto's gemaakt, of in ieder geval Lex had dat voor mij gedaan. Dat was echt super, super lief. En volg me op Insta, like, alles. En de look die ik aan had van vandaag was gewoon bijna een lente look. En Leo had ook gereageerd, wat een lekkere lente look. Dus dat was wel grappig. Maar ja, deze, echt die oorwarmers, denk je dat ik die nog aan ga doen? Of op ga doen? Februari is natuurlijk ook altijd wel koud. Maar de kou valt mee. Sjaals, mutsen, sjaal. Hey, sprout. Hallo. Weg van deze. Heerlijk. Die villa jas. Nee joh, dat komt goed. Die vind je niet mooi, hè? Nee. Nou, eruit! Ik hoop dat nu iemand op straat loopt. Ik wil je niet meer zien. Goed, laten. Doe je god. Doei. Doei. Kom nog even met de stekker uithalen. Nee. Doei. Hij zegt, kom nog even helpen met de stekker uithalen van de auto. Nee. Ik ga iets pakken. Want dit kan niet meer. Deze. Die heb ik toevallig leeg gemaakt gisteren. Deze is vol. Want heel het ding is, als jullie mijn opruimvideo's of uitzoekvideo's of wat voor video's dan ook wel eens hebben gezien, dan weet je dat ik zeg maar in het toilet nog een kast heb. Louvre deurtjes. En daar staan zeg maar nog meer, die deur valt dicht. Maar hier staan nog allemaal andere schoenen en zo. En ook bijvoorbeeld mijn laarzen. Van de Zara. Ik weet niet of je het nu gaat zien. Maar die zijn dus helemaal stuk. Dit. Hoe heet dat? Dat elastiek. Dat elastiek is zeg maar helemaal kapot aan het gaan. Ik weet niet of je het goed kan zien. En als ik ze aan heb, dan zit mijn voet niet hier. Mijn hak. Maar die zit nu een heel stuk naar beneden. Omdat ik al door die zool aan het zakken ben. Maar je ziet dat niet. Ik weet niet of jullie het nu gaan zien. Wat een smerige onderkant eigenlijk. Maar het is dus maat 40. Maar dit is gewoon echt net gewoon maat 44 of zo. Maar ja, hier kan ik dus ook hoe heet dat? Doos nu even neerzetten. Inmiddels ben ik bijna bij Leonie. Ik heb een t-shirt aan en ik was vergeten dat ik wou nog een vestje of nog een laagje vergeten. Die tante kan ik dus helemaal niet tegen. En we gaan juist ook even buiten wandelen. Ik heb het nu al koud. Of, nou ja, ik heb natuurlijk de verwarming hier nu aan, maar echt, maar ja, ik ben er bijna. Dus dat is hartstikke gezellig. Ik heb er echt heel veel zin in. En we moeten bijpraten. Dat is niet normaal, maar dat moeten we echt iedere keer. Maar ja, we hebben ook gewoon dingen bewaard voor als we elkaar in real life zien. En dat is nu. Hey! Inmiddels met Leo. En we hebben meteen met deze kou dachten wat een goed idee is om een foto te maken zonder jas. Dus die meid staat helemaal zo. Mij niet bellen. Maar ik heb wel foto's gemaakt. En ik denk dat het echt iets heel leuks tussen zit. Want Leo de outfit is zo super leuk. Maar dat vind ik echt heel lief. Ja, maar ze had een foto gestuurd van ik heb dit aan vandaag. Dus toen zei ik, oh leuk. En toen had ik dus op de foto niet gezien dat ze een gestreepte broek aan heeft. Yeah. Dus kijk ons. We zijn allebei gestreept. Oh, sorry. Oh, dat geeft niet. Dus ik kan het alleen maar leuk vinden. Hier iets. Oh, zeg maar. Mika. Oh, dat is volgens mij een stukje loop. Ze hebben matcha croissants. Die wil ik. Is het witte chocola matcha? Ja, sowieso lekker aan mijn ontbijt. Ja. Hoe laat is het nu? Ja. Oh, sorry, we zijn er nu. 1:30. Mm. Mooie timing. Moet ik even hier staan? Ja, is goed, schat. Maar wat wil je? Ja, dat weet ik nog helemaal niet. Ja, dat wil ik. Maar heb je hier dan eigenlijk altijd een soort van last? Ja, ik heb het ook een beetje akkers van worden aan het foto's maken. Enorm. Dat ja. Het gaat niet weg, maar het is. Ja. Gewoon lekker op klikken en dan zit er vast wel. Als je zit, er altijd wel bij. Ja. Niemand is nu, ja. Alsof we het hebben afgehuurd. Kan het ook anders? We zijn namelijk in de kringloop. En het eerste wat ik zag is iets voor mijn moeder. En dat zal ik zo even laten zien, want ik ga het kopen. Maar we gaan eventjes door. Het kan wel anders, want meestal hebben we de sushi en kringloop combo. Het zal de dag nog niet voorbij. Dat is waar. Natuurlijk meteen bij de tassen kijken. En deze viel ons een beetje op. Hij is wel leuk, maar niet helemaal het. Birkin? Een Birkin. Het is druk en het staat hier helemaal vol. Ja. Ik ben echt gewend dat hier altijd heel weinig is en zo. Ja, echt leeg geroofd
altijd. Ja, nou, leuk. Opeens zijn we er helemaal weg van. Als je in de schaduw bent. Ja. Het is hier verschrikkelijk. Ja, dat licht was daar heel hard. Wil jij hem? Nee, schat, ik vind het leuk. Heb je zoveel tassen? Ja, ik niet zo. Daarom. Nou, Leo die is helemaal aan het slagen. Die ging ook iets gewoon even proberen. En eindstand, hartstikke leuk. Ik wil dit ook gewoon even proberen en kijken wat leuk is. Ik heb dit voor me gezien namelijk met een colbert. En ik heb toevallig mijn colbert aan vandaag. Dus we can try. Ik heb namelijk een variant hierop, maar dan net iets anders. Met een opening nog op Vinted geliked. En dan kan ik kijken of die wil, want die is een stukje duurder. En ook wel wat anders. Deze is €3,95 voor dit hemdje. Maar dit is ook een XSS. Nou, dat pas ik waarschijnlijk niet. Maar dan kan ik het misschien toch een beetje bekijken. Oké. Even mijn colbert eroverheen aan. En ik heb hem dus verkeerd om aan, omdat ik de hoge hals leuk vind. Dus dat moeten we even een beetje doorheen kijken. Maar wat ik al zei, het is een XSS. Dus het drukt een beetje. Ik denk dat het idee is fucking. Ja, dus ik denk dat diegene op Vinted die ik jou liet zien. Dat die beter gaat dat, die, dat ik die gewoon moet... Maar je hebt hem nog niet gekocht. Nee. Nou, maar nu heb je dus een beetje het idee gezien. Precies, dat is wat ik zei. Die blazer is ook echt goed. Ja, dat is ook een kringloopie. Het was super gezellig bij Leo. En ik heb al helemaal genoeg beeld voor deze vlog. Maar jullie hebben nog wat van mij te goed. Twee bladzijden. Het kan zo zijn dat je het boekje helemaal niet herkent. Maar wat het is, mijn moeder gaat emigreren. Loopt door alle kinderspullen, et cetera, heen. Dit is een boekje wat ik langer dan 15 jaar geleden heb proberen te schrijven. Ik dacht namelijk vroeger, ik ga boekenschrijfster worden of toneelschrijfster. In de vorige weekvlog heb ik de eerste twee bladzijden gelezen. En nu ga ik er weer twee lezen. En alsjeblieft, dit is dus zeg maar mijn handschrift en hoe erg ik gekladderd en gekliederd heb. Dus soms moet ik echt heel even vogelen met wat ik allemaal zeg. Heb geschreven bedoel ik. En wat ik dus moet zeggen. Maar let's give it a go. Want ik lees het ook niet voor. Want ik wil, net als jullie, deze journey doorheen gaan. Want ik kan me hier niks van herinneren. Het is een verhaal over Roos. En het heet Black Roses and Red Roses. Oké, let's go. Het laatste was dus dat haar mobieltje overging. Ze wist niet eens dat ze hem mee had genomen. Hallo, met Roos. Hoi lieverd, waar ben je? Kom onmiddellijk naar huis, zei haar moeder door de telefoon. Jij denkt alleen maar aan jezelf. Nee, denk maar niet aan mij hoor. Ik denk niet alleen aan mezelf, dame, zei haar moeder boos. Wel eens, wat denk je nu wel? Het maakt niet uit waar ze is, ze redt zich wel, schreeuwde Roos door de telefoon en hing op. Ze had tranen in haar ogen, pakte haar dagboek en begon te schrijven. Hoi dagboek, ik ben het beu om dit elke dag te horen. Ik denk dat ik wel naar huis moet, maar ik heb geen zin in een preek. Papa zal wel weer weg zijn. Bah. Ik ga maar naar huis. Dag. Dikke kussies en knuffels van mij. En ja, weer dezelfde spelling. K-U-Z-Z-I-Z-Z. En knuffels, ook met de Z. Ze keek nog even om haar heen en ze stond toen op. Ze liep naar haar fiets. Bah, wat is de scheiding van haar ouders vervelend. Ze stak haar sleutels in het slot. Ze zit trouwens een sleutelhanger aan van een varkentje. Die heeft ze van haar vader gekregen. Nou ja, ze stapte op en reed weg. Haar huis kwam in zicht. De auto van haar vader staat er niet. Ze zette haar fiets in de schuur en liep naar de deur. Ze deed de deur open en toen... Ach, lieverd, kom maar, waar was je nou? Zei haar moeder. Overal en nergens, zei Roos. Wat is dat nou weer voor antwoord, overal en nergens? Zei haar moeder en liep de gang uit naar de huiskamer. Daar stond ze. Alleen. Kom je nu? Schreeuwde haar moeder naar Roos. Ja, ik kom, riep Roos. Onbewust, want ze wil niet eens komen. Ze heeft geen zin. Ze is boos. Maar, ben ik scherp? Ja. Maar ze ging toch maar naar de huiskamer. Ze rook een heerlijke lucht. Wat eten we? Vroeg Roos. Ruik je het niet? Patat natuurlijk. Met een frikandel, zei haar moeder. Yummy, zei Roos. Bam. Pap, zei Roos zacht. Moeder knikte en liep naar de keuken. Klik, de deur ging open en daar stond de vader van Roos, Joost. Hoi papa, zei Roos nerveus. Kom je mee eten? We eten patat en een frikandel. Zei Roos smekend. Oh, oké, zei haar vader. Oké? Riep Roos juichend. Roos keek naar haar moeder, die glunderde en gooide nog meer patat in de frituurpan. Joost, wil je een frikandel? Vroeg de moeder van Roos. Ja, lekker, zei Joost. Dat waren weer twee bladzijden. Moet zeggen, de eerste twee bladzijden pakten me meer dan deze twee. Maar ik vond het leuk. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht het hier zijn gekomen, laat dan even het woord poes achter, want dit is echt mijn kind. Want ik weet niet wat het is, maar altijd als ik ga
praten of bijvoorbeeld nu voorlezen, wil ze altijd bij me zitten. Ik kan nooit even, even rustig zitten. En dat vind ik helemaal niet erg. Tot de volgende vlog. Doei. Doei.